President Desiree Bouterse heeft vandaag, zoals door de grondwet wordt voorgeschreven, zijn jaarrede gehouden. Het staatshoofd heeft ook de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2019 ingediend in het bekende koffertje. Voorafgaand aan zijn jaarrede heeft president Bouterse de opgestelde erewacht geïnspecteerd. In zijn rede gaf president Bouterse onder meer aan dat in het afgelopen beleidsjaar enkele markante gebeurtenissen zich in ons land hebben voorgedaan. Deze zaken kunnen volgens het staatshoofd een krachtige push geven aan de beleidsinspanningen van de regering in het dienstjaar 2019. En wel in het kader van het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling in ons land. In dit verband wens ik met name te refereren aan het bezoek bijvoorbeeld aan ons land in augustus 2018 van een delegatie van het Congres van de Verenigde Staten van Amerika. Dit bezoek kan als bijzonder worden aangemerkt vanwege onder meer de politiek-diplomatieke, de economische en de strategische betekenis hiervan voor ons land. Sinds onze onafhankelijkheid is het de eerste keer, let wel, de eerste keer dat een dergelijk bezoek vanuit de Verenigde Staten van Amerika aan ons land heeft plaatsgevonden. Na zijn jaarrede heeft president Bouterse de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar ingediend. Het staatshoofd heeft ook de begrotingen voor het dienstjaar 2019 gepresenteerd. Overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2019 bedraagt 13.634.295.000 Surinaamse dollars. De geraamde uitgaven bedragen in totaal 15.273.130.000 Surinaamse dollars. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert derhalve een tekort van SRD 1.638.835.000 Surinaamse dollar. Dit tekort is gelijk aan 5% van het BBP, ons bruto binnenlands product. De totale overheidsuitgaven zijn opgesplitst in operationele uitgaven voor ruim 3 miljard SRD, programma's van de overheid voor ruim 11 miljard SRD, aldus president Bouterse vandaag tijdens de presentatie van zijn jaarrede en aanbieding van de begrotingen voor het dienstjaar 2018. Dit vond plaats tijdens een buitengewone openbare vergadering van DNA.